gewoon een boekje, meneer. Dus dat is de ND 68. En nu de fantastische epic klassieker, de Electro Voice ND 20. Dat is die grote banaan die ook voor andere doeleinden kan gebruikt worden, maar daar gaan we het niet over hebben. Maar heel belangrijk, die ND 20, dat is zo'n klassieker, die wordt voor stem gebruikt, die kan je voor room gebruiken, maar is ook fantastisch voor floortoms en basroom. Nu de 20 samen. En dan is het feest. Ook voor de buren. Voilà, het contrast tussen beiden. Hugh, heb jij daar nog iets aan toe te voegen? Nee? Ja. Ja, voilà. Rondleiding geven door het warehouse hier. Vragen staan vrij. Ik weet niet of jullie op voorhand al vragen hebben, want dit wil ik graag zien of... Is? Nee, als ze komen, stel ze gerust. Het warehouse graag bij elkaar blijven. We zijn gewoon aan het werk zoals je ziet, dus er draaien heavy trucks. We hebben wat pompwagens voorbij rijden, dus let goed op, maar blijf graag bij elkaar. Stiekem daar nog een andere collega staan, dus ik zal je zoveel mogelijk buiten schot houden, maar... Tegenrelateerde vragen kunnen aan hem stellen. Oké. Okay. We gaan bij het begin beginnen. Jullie werken via Tivo-principe? Sorry. Jullie werken via Tivo-principe? Ja. Meestal wel. We hebben natuurlijk ook wat orders die gelijk of artikelen die binnenkomen die gelijk weer de deur uit moeten. Maar in principe werken we wel Tivo. Ja, oké. We draaien hier 24-7. Dus we hebben hier altijd mensen lopen. Komt heel veel binnen. We hebben een jaaromzet van 110 miljoen, wat we hier draaien binnen Bach Music. Dus hetgene wat we uitsturen moeten we ook ooit een keertje ontvangen. Dus dan weet je wel voldoende hoeveel artikelen hieruit binnenkomen. Er komt hier een pallet binnen. We kijken eerst de pallet op zich. Is die netjes? Is die niet beschadigd? Zo ja, kunnen we zetten hem apart of kunnen we gelijk ermee terugnemen? Zo nee, dan zetten we hem hier verder. En dan gaan we echt de pallet uitpakken. We hebben hier allemaal uitpaktafels staan waar we de artikelen gaan scannen. We kijken van joh, waar moeten de artikelen kwijt in de magazijn. En vervolgens sorteren we ze uit. Hier zie je eigenlijk de labels zie je hier zo op de muren staan. Die vertegenwoordigen de handen die wij hier hebben. Tetjes, of één voor één, of we doen ze bij drie. Doen we die verpakken, eventueel een labeltje erop, zodat we hier netjes alles kunnen scannen. Klein machientje, wel heel belangrijk voor ons. Staat die waar in de magazijn of is echt in het proces. Zo proberen we alles gewoon straks in helder te hebben. Ja, we hebben natuurlijk verschillende voorraad. We proberen natuurlijk zoveel mogelijk grijpvoorraad. Dat is voorraad waar mensen, hoe moet ik dat zeggen, gewoon een soort boodschappen doe je dan bij de Albert Heijn. Er komt een lijst uit het systeem voor je, we gaan netjes
volgens de route gaan we de artikelen uit de voorraad halen. Dus als iedereen met zijn karretje loopt, is het handig dat het beneden ligt en niet helemaal boven. Dus ze zijn er continu mee bezig om zoveel mogelijk wijkvoorraad goed te hebben. Hierboven hebben we de gitaarafdeling staan. Daarachter staan ook weer kasten. Er staat echt heel veel eigenlijk hier voor. De rolcontainers, dat zijn degenen die eigenlijk vanuit de binnenkomst uitgesteerd moeten worden. Je ziet daar dus de platte kar. Dat is eigenlijk voor het op basis van de orders alles uit het magazijn gaan. Pas geleden er stond ineens iets van bijna van 30 bij ons voor de deur. Onze warehouse manager werd een beetje zenuwachtig. Zei van, joh, waar moet ik het kwijt? Ja, dat kan gewoon gebeuren dat je in één keer heel veel artikelen hier voorraad krijgt. Naast deze locaties hebben we hier ook nog twee andere externe locaties ook in Goes. Dus daar doen we ook met name dat soort grote bulk artikelen zitten daar neer. Vrachtwagens die heen en weer rijden. En ja, zoals jullie weten hebben we ook winkels in Amsterdam, Rotterdam en in Antwerpen. En iedere dag rijden daar die vestigingen, rijdt gewoon de vrachtwagen heen en weer om te beleveren, dan wel dingen mee terug te nemen. Veel logistiek. Alles wat om 11 uur besteld wordt, is de volgende dag in huis. Dus we proberen dat zoveel mogelijk, zo optimaal mogelijk te doen. Ik kan straks even wat over vertellen, maar ik zie het zeker. Ja. Weer even de handen. Ja, veel van dezelfde. No problem. Hier staan de wat grotere pakketten. We hebben daar nog de tennishal. Nou, als je dit gezien hebt, dan denk ik dat je wel een voorstelling daarbij kunnen geven. Maar daar hebben we nog ook veel opslagcapaciteit aan. We hebben twee afdelingen customer service. Eentje in Goes en eentje in Amsterdam. Dus in principe kunnen wij gewoon, als er een vraag is, kunnen wij via camerabeelden herleiden of het pakketje daadwerkelijk uit de stelling is genomen. Hoe die verpakt is en of die daadwerkelijk bij de juiste vervoerder en de juiste vrachtwagen is gegaan. Dus je kan me voorstellen dat er heel veel beelden opgenomen, maar er hebben heel veel profijt van. Ja, daarom zeg ik de jongen de helft ook. Dat we ze op maat laten maken. Eventueel solderen we ook het ene nodige eraan vast. Maar goed, dit is natuurlijk ook wel een volledige service naar de klant. En als je iets 3,5 meter nodig hebt, dan zorgen we daarvoor. Maak je ook de stacks eraan? Ja. Oh, ja, okay. We hebben hier een repair afdeling en die kan zelf ook de stekkers eraan zetten, solderen. Dus, ja. Nu we dit weten, gaan we alle kabels op maat. Ja, nou, ja. Je mag het best bestellen. Daar zorgen we ook voor. Nee, we zijn hier heel erg gericht op klantenservice en dit is iets dat doe je erbuiten. Daar doen we absoluut geen geld. Om 11 uur staat altijd DHL voor de deur met de vrachtwagen open voor jongens. Pakket. Wij willen natuurlijk zo lang mogelijk wachten tot alle orders binnen zijn van de webshop. Want dan kan je zo optimaal mogelijk je artikelen uit het magazijn halen. Of je er nu in 1:10 of 1:12, dat scheelt wel enorm. Dus dat is het kunstje. We beginnen om 4 uur, dus we proberen rond 4, 5 uur proberen we die orders binnen te halen en dan maken we waves. Dus dan tellen we alles bij orders bij elkaar op en maken we aparte waves. Wie weet, heeft een aantal beperkingen, hoeveel vakken er hier staan, hoeveel kan er over de sorten gaan. Dus zo maken we onze waves aan. We hebben verschillende orders. We hebben single piece orders zoals we dat noemen. Dat is één order waar één artikel in zit. Nou, dat is voor ons uit het magazijn halen. Die noemen we uit de paktafel. Die kunnen we gelijk pakken. Daar hebben we de soorten niet voor nodig. Dan hebben we artikelen die wel over de soorten kunnen. Qua formaat. We doen ook bijvoorbeeld vloeistoffen doen we ook niet over de soorten. Sommige dingen zijn gewoon veel te groot. Een piano hoef je er zeker niet op te proberen te krijgen. De sortable en non-sortable doen we hier in de kast eigenlijk. Dus dat zijn dingen die er niet over gaan. Die laatste twee kunnen we ook nog combineren. We lopen straks even langs, maar aan het begin worden alle artikelen worden op de band geraapt. Dus ze zijn uit voorraad met karretje bij het begin van de sorter hebben ze neergezet. En daar zit iemand, scant zijn product en die legt hem op de band. En het systeem is zo slim dat hij weet van, joh, ik heb hier een order van 4 artikelen. Die order gaan we in vakje 70 gaan we die doen. Dan zegt hij, oh, we zijn bij 70 en die doet zo dat hij erbij. Als daar de 4 artikelen liggen, wordt het lampje groen. Dus deze order is nu zo goed als gereed. Dan kan de medewerker kan het eruit halen, die scant het hier in het systeem en kan netjes pakken. We hebben iets van 10, 15 soorten dozen. En aan de hand van ervaring van de medewerker, als ook de afmeting, kan wij bepalen hoe dat gepakt is. Zijn de grotere zaken die hierin staan? Dan ziet hij ook het systeem van ik moet niet alleen die shoot moet ik halen, maar ik moet ook hier 390 moet ik ook iets uithalen. En die combineert hij dan als één order.
groot product met gesorteerde kleine producten. Ook onze eigen dozen, puur ook voor versteviging, goede kwaliteit, als ook een goed beeld naar de klant te brengen. Einde die vervolgens op pallet zet en dan gaat het netjes met de vervoerders mee. Maar in principe dit stukje is ook geautomatiseerd. Dan netjes een sieltje om en gaat hij de vrachtwagen in en dan is de beurt aan de vervoerder. Dus je moet niet denken dat het de enigste is. Dus als u zegt, god, zou ik ook wel zo'n ding wel hebben. Dat is allemaal geen probleem. Maar speel je ze met meer attack, dan krijg je ook meer attack. Dan krijg je ook een beetje meer Mozart of zo. Bij elkaar brengen. Dus als daar heel die strijkers en heel dat orkest erbij komt, dan klinkt dat helemaal fantastisch.
niveau drums. Dus dat is het mooie van dit. Het is dus dat strijkertjes en alles, dat is allemaal heel romantisch en heel bij klassiek bijna. En dan pak je erop en dan is het ook echt dik bij. Dat is eigenlijk het hele mooie van dit instrument. Drummen.